Hey, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een heleboel mooie nieuwe nail art producten om te laten zien. Allemaal stempelplaten, stempellakken. Ik heb hier nog wat van die striping tape liggen. Het zijn allemaal producten van Moyra, behalve de striping tape volgens mij. Maar in ieder geval wel allemaal stempelplaten van Moyra, de stempellak. En hier liggen nog wat nieuwe producten van Moyra, waar ik zelf ook heel erg benieuwd naar ben. Je hebt de stempelplaten van Moyra al regelmatig voorbij zien komen in mijn video's. Ik ben er echt super fan van. Het zijn hele mooie platen. Mooie grote platen. Er staan heel veel verschillende patroontjes op. Ook de stempellakken vind ik ontzettend fijn. Ik ga nu eerst beginnen met de stempellakken en die nieuwe producten die hier liggen. Daarna zal ik alle stempelplaten nog uitgebreid voorbij laten komen. Als eerste begin ik met deze striping tape. Ik heb een zilveren en een gouden. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar hier aan de zijkant zie je goud en zilver. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit nooit gebruik. Ik heb het ooit wel eens gebruikt, echt heel lang geleden. En ik vind het gewoon zo'n gedoe om die tape op te plakken op de nagels. Om het goed in de nagels te laten blijven zitten. Dus ik heb het eigenlijk altijd een beetje weggeschoven. Omdat ik gewoon... Ja, ik wil alleen producten gebruiken waarvan ik zeker weet dat ze werken. Dat ik daar ook goed mee om kan gaan. En ja, en met dit was ik daar nooit zo van overtuigd. Maar ik zie het de laatste tijd steeds vaker voorbij komen. Dus ik wil het toch maar eens gaan proberen. Ik ga hiermee aan de slag. Ik ga wat dingetjes uitproberen. Als het me lukt en als ik tevreden ben, dan zal ik daar ook zeker een video over maken. Maar ik moet het dus eerst zelf even gaan uitproberen. Mocht je tips hebben van hoe jij dit gebruikt of ja, hoe jij dit op de nagels doet, hoe het goed blijft zitten, laat het dan vooral even weten bij de reacties hieronder. Alle tips zijn welkom. Maar ja, ik ga er eerst dus zelf mee aan de slag en ja, wie weet hoor je daar nog meer over. Maar ik ben er wel zelf heel erg benieuwd naar. Verder heb ik hier nog een aantal stempellakken liggen. Deze 5 kleurtjes die hier zitten liggen zijn gewoon de Moyra stempelnagellakken. Ik heb er al meer van en ik ben er echt ontzettend tevreden over. De kleuren die je hier ziet liggen vind ik op het eerste gezicht er niet zo aantrekkelijk uitzien. Ik hou meer van roze, van paars, leuke frisse kleurtjes. Maar die heb ik dus allemaal al. Ik heb alle soorten roze kleuren, paarse kleuren, blauw, ja, wit en zwart natuurlijk. Dus eigenlijk de standaard kleuren, de leuke frisse kleurtjes heb ik allemaal al. Ik wilde vooral ook bruin en een beetje ja, dat lichtbruin en dat donkerbruin. Ik heb een plaat waar bijvoorbeeld een boomstructuur op staat. Een beetje dat boomschors. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Ook voor de herfstmaanden is dit natuurlijk een hele mooie kleur. Dus waarschijnlijk zal ik deze kleurtjes nu niet zoveel gebruiken. Maar straks als het najaar er weer aankomt, dan ja, ben ik hier wel heel benieuwd naar. Ook deze donkerpaarse kleur. Op zich is dit ook wel een donkere kleur. Maar ik denk dat deze juist ook heel leuk is met wit of met een lila kleurtje als ondergrond. En dan is het net iets minder hard als zwart. Dus ik denk dat dit ook echt wel een leuk kleurtje is om nail arts mee te maken. Ook wilde ik heel graag grijs. Ik heb al vaker vragen gekregen over de stempellak die ik gebruik bij de marble nagels. Daar heb je ook al een video van kunnen zien. En dan maak ik een marble nagel met ook een stempelplaat van Moyra. En dus dan heb je echt een beetje zo dat marmer effect. Daarvoor gebruik ik vaak een donkergrijze en een lichtgrijze kleur. Ik heb die van een ander merk, maar ik wilde nou ook eens van Moyra een lichtgrijze kleur gaan gebruiken. Dus daarom heb ik deze uitgekozen. En ik wilde ook heel graag rood hebben. Rood heb ik niet echt veel qua stempellakken. En dit is ook altijd leuk. Leuk met rood en wit, rood en zwart. Dus hier wil ik ook leuke combi's mee gaan maken. Dus ja, op het eerste gezicht zijn het niet zulke aantrekkelijke kleuren. Maar het zijn juist kleuren die ik echt nog miste in mijn collectie. Dus vandaar dat ik deze heb uitgekozen. Dan heb ik hier nog wat producten liggen. Dit zijn de nieuwe producten van Moyra. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog even goed moet gaan kijken hoe het werkt. Het komt echt net uit het doosje, dus ik heb nog geen idee hoe ik het allemaal moet gebruiken. Dit is een zilveren, een witte en een zwarte stempellak. Maar volgens mij is het een soort gel polish, zoals ik het begreep. Je ziet ook dat de lakken hier in een zwart flesje zitten, in een dicht flesje. Meestal is dat het geval bij een gel polish, omdat er natuurlijk geen UV-licht bij mag komen. En ik begreep ook dat je ze moest uitharden in een lamp, maar dat weet ik ook niet zeker. Maar goed, ik ga daar nog meer over lezen. Maar het is in ieder geval zo dat je hiermee kan stempelen. En daarna kun je dus met deze folie, ik heb een zilveren en een gouden, kun je daarmee overheen. Dus wat jij gestempeld hebt, daar kun je dan overheen met die folie. En dan krijg je dus echt zo'n metallic look op die stempel. Ik moet het allemaal nog gaan uitproberen zoals ik al zei. En ja, ik ga hier zeker ook nog een video over maken. Dus ik ga lekker zelf er eerst mee aan de slag. En ja, dan zul je daar zeer binnenkort wel meer over horen. Want hier ben ik echt heel benieuwd naar. En dan heb ik hier nog een hele stapel met stempelplaten. Een aantal van deze platen zijn echt nieuw in de collectie. Een aantal zijn al wat ouder, maar die had ik nog niet. Het zijn in ieder geval een heleboel mooie platen en ik ben hier super benieuwd naar. Ik ga ze gewoon één voor één even voorbij laten komen. Het zit niet in een bepaalde volgorde of zo. Ik laat je nu gewoon even alle platen zien, zodat je een beetje weet wat voor patroontje erop zit. Dit is de Florality 3. Er is dus een 1, 2 en 3. Ik heb nummer 2 heb ik ook, zoals je hier kan zien. Nummer 1 heb ik niet. Maar ik vind 2 en 3 vond ik zelf het mooist. En ja, ik zal je even laten zien wat hier dus op staat. Ik hoop dat het goed zichtbaar is. Het is lastig om het goed in beeld te krijgen zonder dat het allemaal weer spiegelt. Ja, want je ziet daar de lamp. Maar ik weet niet of ik dit goed kan laten zien. Zo misschien. Ja, je ziet wel een beetje de camera erin. Maar nou, hier zie je in ieder geval... het zijn allemaal verschillende bloempatroontjes. Beetje met van die krullen. Ik vind deze ook heel mooi met die roosjes. Het zijn echt leuke patroontjes. Allemaal verschillende soorten bloemen, krullen, blaadjes. Heel erg leuk. Dus dat is Florality nummer 3. Dit is nummer 2. Ook een beetje zoiets, maar het zijn allemaal weer net wat andere bloemen. Ook hier, dit vind ik een hele leuke. Met die krullen, dit vind ik een mooie. Deze vind ik ook heel erg leuk. Hier heb je ook weer rozen, maar dat is dan zeg maar zo'n reverse, zo'n omgekeerde. Ja, er zit eigenlijk van alles op. Hier ook van die mooie bloemen, grote bloemen. Ja, ik vond dit ook wel een hele mooie plaat. Dus dat is nummer 2. Deze vind ik ook heel mooi. Dit is de Fabric Texture plaat. En hier zitten allemaal ja, leuke patroontjes op. Er zitten hier bijvoorbeeld van die Burberry patroontjes op. Hier heb je ook van die wintertrui dingen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik ze wel vrij groot vind. Als je hier mijn nagels ziet. Dat is dit ook. Je kan bijna niet zo'n rendiertje erop krijgen. Dus ja, voor een duimnagel zou het wel kunnen. Ik heb nog een andere plaat. En daar zitten ook van dit soort patroontjes op. En die zijn een stuk kleiner. Dus die kun je mooier op kleinere nagels krijgen. Maar ik heb hem vooral genomen voor die Burberry printjes. Deze. Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. Ik vind dit ook leuk. Dus een beetje dat gebreide effect. Echt een hele leuke plaat. En deze kun je eigenlijk het hele jaar door wel gebruiken. Dan heb ik hier de Lace Love plaat. Ook heel erg leuk. Nou, ik ben gek op lace. Ik had al verschillende lace platen, maar... ja, ik vind deze ook echt heel mooi. Ik vind deze 3 vooral ook heel leuk. Dit is een beetje zo'n ja, net panty effect. Maar die zijn eigenlijk gewoon heel neutraal, heel strak en simpel. Dus die kun je eigenlijk met iedere kleur doen. Die kun je overal leuk toevoegen als een extra accentnagel. Hier heb je wel wat drukkere leespatroontjes met meer die bloemen, een beetje dat kant. Ja, ik vind deze ook echt heel erg leuk hoor. Dan hebben we hier Waterworld. En dat is ook een leuke plaat. Ik heb deze ook vooral uitgezocht omdat je natuurlijk hier zeemerminnennagels mee kan maken. Er zitten niet echt die zeemerminnen patroontjes op die ik al eerder in een andere video liet zien. Maar er zitten wel, kijk hier heb je een beetje van die schelpjes. Hier heb je van die zeesterren. Van die waterbubbels, van die belletjes. Dus deze kun je daar ook wel echt heel goed voor gebruiken. Hier zitten ook nog wat van die schelpjes. Dus er zit een beetje van die onderwaterpatroontjes bij. Hier heb je ook wel van die ankertjes. Dus een beetje om van die, ja wat is dat, van die marinenagels te maken. Dus ook heel leuk met rood, blauw en wit bijvoorbeeld. Maar ja, dit is ook echt een leuke plaat hoor. Kun je veel kanten mee op. Leuk voor van de zomer. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Hier is de Nature plaat. En deze vind ik zelf ook erg mooi. Er zit eigenlijk van alles op. Ook een beetje dat ja, natuur natuurlijk. Allemaal blaadjes, bloemetjes. Hier heb je wat slangenprintjes. Hier zie je ook echt een slangetje. Dit is ook een beetje slangenpatroon. Dit is een beetje dat pauwenpatroontje denk ik. Dus ja, er zit ook van alles op. Ik vind deze ook heel erg leuk. Ja, hier nog wat bloemen, wat blaadjes. Ook echt een plaat waar je veel kanten mee op kan. En die eigenlijk het hele jaar door gewoon leuk is. Dit is een Visuality plaat. En deze vind ik ook altijd erg leuk. Ik heb er hier al meerdere van. Ik vind ze soms wel lastig om te gebruiken. Ze zijn vrij druk. En je moet echt wel even goed kijken hoe je ze combineert. Deze platen vind ik heel erg mooi. Maar ja, die zijn wel wat drukker. Hier zijn ze iets fijner. Maar ik vind vooral deze heel erg leuk. En ik heb al vaker dit soort patroontjes voorbij zien komen. En ik denk dat je hier een soort van die watermarble patroontjes mee kan creëren. Ik moet het nog gaan uitproberen. Maar ik denk... Als je een ondergrond maakt met verschillende kleuren en als je dit met zwart doet, dat je dan een beetje zo'n effect hebt. Maar ik moet het nog gaan proberen, maar die lijkt me wel erg leuk. Ja, en eigenlijk al deze patroontjes, deze is natuurlijk ook leuk. En dan een beetje met zwart-wit of met rood-wit. Daar kun je een beetje een strakker patroontje mee maken, wat strakkere nail art. Vind ik ook wel erg leuk. Dus hier ga ik ook lekker mee aan de slag. Dan heb ik de Homeland Plate. En volgens mij is dit een van de laatste nieuwe. Ja, hier zit eigenlijk van alles op. Er zit een beetje van dat kant. Ik weet niet precies wat dat Homeland betekent. Wat voor thema dat is. Ik denk dat het wel... Ja, ik weet niet. Er staan eigenlijk van alles op. Er staan er wel bepaalde patroontjes op. Maar er staan ook wel wat kant, wat blaadjes, wat bloemetjes. Dus deze is ook gewoon erg leuk. En deze kun je ook met alle kleuren combineren. En tot slot heb ik hier de Colorbook plaat. En ja, dit is ook een van de laatste nieuwe. Ze hadden meer van dit soort patroontjes, geloof ik. En ja, dit is dus een beetje geïnspireerd op de kleurboeken die je de laatste tijd veel ziet. Maar hier zitten dus een beetje van die ja, hele drukke patroontjes. Maar hieronder zijn ze wel weer iets rustiger. En dit zijn echt van die kleurboekpatronen, van die kleurboektekeningen. En je kan deze op verschillende manieren gebruiken, denk ik. Ik moet het ook nog gaan uitproberen. Maar ik denk dat je deze ook kan inkleuren met bijvoorbeeld van die Sharpies of met een bepaald soort verf. Dat je echt een kleurboekeffect krijgt, maar dan op de nagels. Dus ook hier ga ik lekker mee aan de slag. Maar ik vind deze bijvoorbeeld ook heel leuk. Dit is een mooie. Dus deze ga ik ook lekker uitproberen. Nou, je ziet dat ik weer een hoop nieuwe producten heb. Weer leuke nail art dingetjes om uit te gaan proberen. Ik ga hier ook zeker leuke voorbeeldjes van maken. Dus die zul je vast allemaal wel voorbij zien komen op mijn Instagram. Ik hoop dat je het leuk vond om deze video te zien en om al deze producten te zien. Mocht je ergens nieuwsgierig naar zijn, laat dat dan ook vooral weten bij de reacties hieronder. Daar kan ik daar misschien rekening mee houden in een van de volgende video's. Al deze producten zijn verkrijgbaar via de webshop levarobeauty.com. Ik zal een link van de webshop onder deze video zetten. Als je deze video leuk vond, doe dan weer je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is gewoon gratis en dan ben je altijd als eerste op de hoogte van mijn nieuwste video's. Ik wil je natuurlijk weer bedanken voor het kijken en ik zie je heel snel weer.